Voordat deze video begint waar het echt over gaat, zal ik heel eventjes uitleggen waarom er laatste of allerlaatste in de titel staat. Ja, het is nog best wel moeilijk, zeker voor mijn moeder en voor mij. Ik heb ook zo lang mogelijk gewacht met dit intro opnemen, want ik wilde er geen huilvideo over maken of van maken. Maar Azuro die is verkocht en veel van jullie zullen denken van, waar komt dat ineens vandaan? Waren jullie daarmee bezig? Nee, daar waren we niet mee bezig. Ik zal eventjes kort en snel uitleggen wat de reden is. Ja, er is niet echt per se een reden. En hoe het is gegaan. Het is eigenlijk heel erg snel gegaan. Een man die eigenlijk met degene kwam die hem uiteindelijk heeft gekocht. Die belde ons, want die kent Azuro best wel heel erg goed. En die zei eigenlijk van, nou, ik heb iemand die een paard zoekt en ik weet bijna zeker dat Azuro heel erg goed zou kunnen passen bij die mevrouw. En hoe denken jullie erover om hem eventueel te laten zien aan hem? Toen hebben mijn moeder en ik natuurlijk heel goed gepraat en heel goed nagedacht over, over de toekomst. Nu dit een beetje op je pad komt, zeg maar, met deze vraag, ga je toch denken van, nou, wat is onze toekomst? We hebben natuurlijk twee jonge paarden gekocht als opvolger of misschien een keertje. Om door te verkopen. Ja, we zijn toch een bedrijf en we willen ook een beetje die kant op. Om, ja, veel van jullie snappen dat wel, dat dat er ook een beetje bij hoort. En aan Dayano heb ik nu echt, denk ik, een briljant Grand Prix paard waar ik echt bijna al mijn energie in wil steken. Dus dan was het van, ja, wat wordt Azuro's plek eigenlijk dan op stal? Ja, nog steeds natuurlijk bovenaan de lijst en echt de toppaard en de grootste liefie die er maar kan zijn. Maar ja, soms moet je keuzes maken en dit kwam nu op ons pad en we hebben heel goed gevraagd van, nou, waar komt hij terecht? Wat voor stal is het? Wat voor management is het? Hoe gaan ze voor hem zorgen? Krijgt hij weer 5 sterren resort-achtig idee met goed voer en zijn ze niet eigenwijs, willen ze luisteren, doen ze niet gewoon maar een beetje hun ding wat niet, misschien helemaal niet past bij hem. Maar hij krijgt echt een 5 sterren huisje. Poeh, is best moeilijk om dit te vertellen. 5 sterren huisje en er kwam iemand kijken, de filmpjes maken, foto's maken, goed overlegd. Diegene en met ons goed contact. En ja, dat paste eigenlijk zo goed. En Azuro, die deed het echt top met zijn oortjes naar voren. En die zocht ook gelijk contact met die andere mensen. Dus voor ons was het wel zoiets van, oké, wat wordt zijn bestaan bij jullie? Het is een hele, hele mooie stal daar. En ik ga straks vertellen waar die heen gaat. Want dat is ook wel een beetje zo van, echt waar? Dat is best ook wel heftig. Maar hoe heet dat? Wat wilde ik nou zeggen? Nou ja, dus wedstrijdcarrière zal ook op een lager pitje gaan. En ja, misschien hoeft hij gewoon maar alleen maar heel mooi te zijn daar. En hij wordt wel elke dag getraind natuurlijk. En wat wel heel erg fijn is om te weten is dat zij alles hebben overgenomen van ons. Wat goed voor hem is. Dus zijn trainingsschema's, zijn voerschema's, wat voor voer, welk merk. We hebben ze dekens meegegeven, ze hoofdstal meegegeven waar die fijn op liep. Ze gaan precies hetzelfde zadel kopen als dat wij hebben gekocht. En dat geeft ons wel een heel erg prettig gevoel dat hij daar als soort van de king van de hele stable onthaald wordt. En omdat hij zo knap is en zo mooi. En Azuro heeft ook wel echt daar tijdens het proberen laten zien dat het voor hem ook heel erg goed past. Hoe moeilijk het ook is, want ik krijg nu een brok in mijn keel en ik wilde geen huilvideo maken en ik wilde het heel kort houden en het wordt nu al lang. Ik weet niet eens meer wat ik heb verteld, maar ja, mijn moeder en ik hebben het er nog best wel moeilijk mee, want Azuro is 11 jaar bij ons geweest. Nou, ik wilde het niet. We kochten hem toen hij 3 was en dit jaar wordt hij dan 14. Dus eigenlijk vanaf dat hij net zadelmak was tot aan de Grand Prix hebben, dit is echt het paard wat mijn moeder en ik samen hebben getraind. En mijn moeder is dan nooit op wedstrijd geweest, maar ja, het paard hebben we wel echt helemaal samen gedaan. Hij heeft ook hele mooie resultaten behaald. Hij heeft zelfs een keer de World Dressage Masters gewonnen, de U25. Dat was denk ik zijn derde U25 wedstrijd of zijn tweede. En toen won hij eigenlijk al daar zo in Duitsland. Allemaal dat soort dingen. Hij heeft heel goed gelopen op het CIO. Poeh, hij is een paar keer naar het NK geweest.
kampioen in de regio geweest. Dus ik heb ook heel erg veel van hem geleerd. Want het was geen standaard paard waar je gewoon op kon zitten en weg kon rijden. Je moest altijd wel een beetje subtiel zijn. En ik heb wel heel erg goed leren rijden op hem. Ook al was het niet altijd even makkelijk, want het was best wel macho. En als hij dan macho was en je zei eigenlijk dat hij eventjes een tandje minder moest doen, dan werd hij heel onderdanig. Dus er was af en toe best wel moeilijk om mee om te gaan. Om te zien ook waar de grens lag voor hem dan. En ja, poeh. Oh, ik heb nog steeds niet verteld waar hij naartoe gaat. Maar goed, Azuro is echt, ja, weet je, het is een beetje familie en die gaat nu weg. En waar die heen gaat is, even diep ademhalen. Hij gaat helemaal naar Japan. Dus het is nu een week geleden dat hij de reis is begonnen. En dan moet hij ook nog een paar weken in quarantaine. En dan gaat hij eigenlijk vliegen. En ik wilde hem heel graag wegbrengen. Maar omdat hij tussendoor ook nog in quarantaine moet, duurt die reis eigenlijk best wel heel erg lang. Dus er werd eigenlijk geadviseerd dat het niet de bedoeling is dat iemand meegaat. Maar echt een groom die vanaf het begin voor hem gaat zorgen en hem beweging gaat geven, die blijft eigenlijk de hele reis bij hem. Dus dat is ook wel een fijn idee. En ja, dat is het eigenlijk. Dus ik heb voor mijn moeder, die heeft denk ik al heel lang geen foto's meer van haar paardencarrière. Dus het leek mij heel erg leuk om haar te verrassen met een fotoshoot van Lisanne Eilander van LE Fotografie. Die komt wel vaker bij ons, dus we weten precies hoe ze werkt en dat die foto's gewoon geweldig zijn. Dus ik ben met de camera erachteraan gegaan dat ze ook een beetje bewegende beelden heeft. Want ze heeft het volgens mij van zichzelf nog nooit gezien, behalve in de spiegel. Dus het resultaat hebben we natuurlijk al gekregen. We hebben nu 4 foto's gekregen en die zijn echt heel erg mooi geworden. Dus die worden ingelijst straks in de keuken, dat mijn moeder ook nog een mooi aandenken heeft. En nou ja, laten we hopen. Maar eigenlijk weet ik wel zeker dat dit heel erg goed krijgt. Ik ga nu afsluiten, want misschien hoor je het aan mijn stem, maar ga gewoon maar de video kijken. En wat ik wel nog heel eventjes wil zeggen is dat volgende week komt de video waarin op de dag dat hij weggaat, zeg maar. Dus dat ze ook wel even slikken worden met die maken. Dus die ligt nog helemaal netjes in de map in mijn laptop. Daar ben ik nog niet aangekomen, want eerst moet dit maar heel eventjes zakken. En nou ja, veel plezier met het kijken. En ik hoop dat jullie niet te veel geschrokken zijn, maar Azuro krijgt hartstikke goed, anders hadden we het natuurlijk nooit gedaan. Ja.